Kijkers en luisteraars, een hartelijk goedenavond. Welkom bij SBS Reports van woensdag 2 september. De binnenlandse berichten. Het ministerie van Openbare Werken, sectie Nikeri, is bezig de zandwegen in het district aan te pakken. Volgens de coördinator Charles Perk wordt prioriteit gesteld aan de wegen die onbegaanbaar zijn geworden na de zware regens van de afgelopen tijd. Dat betekent de wegen die zo'n grote gat hadden en of modderpoel gecreëerd, want het zand was weggespoeld, grote regentijd, dat we aan die wegen extra aandacht zouden geven. Dat is ook gebeurd. Resort geweest. Ik moet zeggen, resort Oostelijke Polder, de RL-leden van Oost hebben ook gecommuniceerd met OW en we hebben geprobeerd gehoor te geven aan hun wensen en grieven. Omdat bepaalde wegen in slechte staat waren. Die hebben we prioriteiten gesteld. Aandacht gegeven. OWI kan niet alle wegen bezanden nog. We hebben prioriteiten gesteld. We gaan naar de fase nu. De andere wegen die eigenlijk nog geen aandacht hebben gekregen, worden dus binnen 2 maanden een beetje bezand. Dat is in fase hoe we de dingen hebben gepland bij OWI. En ik weet, iedereen zegt van mi passie abba aandacht van nodig. En je begrijpt, OW moet aan 5 resorten denken, tot Wageningen. En we doen ons best, maar we kunnen ook niet overal tegelijk zijn. Er zullen altijd klachten zijn, meneer Lieveld. Klachten komen pas als je werkt, hè. Volgens Perk is het de bedoeling dat in de maand september ook de verharde wegen worden aangepakt. Zowel de betegelde als de geasfalteerde wegen. Na de grote regentijd is gebleken dat ze gaten die er nooit waren, zijn ontstaan. De zware vracht, alleen watra etang, tap de bermen, ala sotsani, verzakking. Dat we van plan zijn om vanaf 1 september, in de periode september, in de maand september, om extra aandacht te geven, Oost-West-verbinding ook, want ik ben ook verantwoordelijk voor coroni. De bedoeling is dat we vanaf Hienabrug tot en met de Kopenamebrug, alle gaten zullen proberen te dichten op de geasfalteerde weg, Oost-Westverbinding. En tevens hier in resort Nieuw-Nikeri tot en met Hienaarbrug, we ook de gaten zullen aanpakken. Bepaalde gedeeltes zijn al geprojecteerd door NV Baitali, om dus te asfalteren. Ja, de verharde wegen. En ook een deel, dus Ataula-weg en zo, ja. Tot Soekraamsienstraat hier. OW is al een tijdje bezig. NV Baitali heeft zijn best gedaan. We zijn wel afhankelijk van asfalt van NV Baitali. Omdat u begrijpt, ze draaien geen kleine porties, 1 kilo of wat. Je moet een grote hoeveelheid bestellen. En we krijgen altijd ondersteuning van NV Baitali. Meneer Nandu in het bijzonder, moet ik van hier hartelijk dank zeggen. Speciaal voor OW draait men soms asfalt, zodat we dan op tijd de grote gaten op de verharde en geasfalteerde wegen kunnen aanpakken. Het is nu een week dat we zien dat het niet meer zwaar regent. We beginnen officieel, dat is maandag 31 augustus, worden de dingen in kaart gebracht. 2 september beginnen we al resort geweest, waar de geasfalteerde wegen zijn met gaten en verharde naar de betekende passie. Beginnen we strategisch aan te pakken. Het is gevaarlijk. De politie heeft ook vaker een beroep gedaan op ons van, hey, let op daar, midden op de weg een gat. Er zijn al mensen met bromfietsen, vooral bromfietsen, gevallen. En u begrijpt, we gaan ook prioriteiten stellen in samenwerking met de politie, waar we eerst aandacht kunnen geven. Waar de meeste mensen zijn verongelukt, omdat het strategisch op een bocht is. Is aan dat je draaibocht. Plotseling een biggie olo, je fadonglek bronfietser, awage jompogwalok toe. Die dingen gaan we strategisch aanpakken. Maar de Oost-West-verbinding gaan we ons best doen om extra aandacht te geven, meneer Lieveld. Toch? Omdat de gaten groot, kleine gaten groter worden, grote gaten groter worden. Geen gaten daar aanwezig, maar door regen weer opeens is iemand olo komt. We gaan echt aandacht besteden, omdat we nu het gevaar wel zien en allang blijkt te zijn. Maar we zijn afhankelijk van asfalt. En dat is het probleem geweest altijd. We hebben genoeg menskracht. Maar als je naar Batul voor door Rokko, moet je een beetje geduld betrachten. Met het dichten van de gaten in vooral de verharde wegen wil openbare werken de veiligheid
op de wegen garanderen. Het is volgens Sperk vaker voorgekomen dat bromfietsers slachtoffers zijn geworden van gaten op de wegen. De gezamenlijke vaste commissie in de Nationale Assemblée van de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen, Financiën, Sociale Zaken en Handel en Industrie komen in de vooravond in spoedvergadering bijeen. De ministers van de desbetreffende ministeries en vicepresident Ashwin Adhin zullen ook aanwezig zijn op deze besloten vergadering. Assembleelid Patrick Kensenhuis van de NDP, lid van de NDP-fractie, zegt aan Star News dat tijdens de spoedbijeenkomst de recente tariefsverhogingen van de nutsvoorzieningen en de brandstofprijs zullen worden besproken. Volgens de parlementariër zal er voor en na de commissievergadering later in de middag informatie worden gegeven. De oppositie is geenszins van plan genoegen te nemen met deze commissievergadering. Voor haar is deze gesloten bijeenkomst geen alternatief. Zij is bezig met een brief naar president Desi Bouterse, waarin wordt gevraagd om het reces van het parlement te onderbreken. Assembleelid Mahinder Yogi van VHP vindt dat de oppositie wil dat het parlement als vertegenwoordiger van het volk omstandig wordt geïnformeerd over de besluiten die overnight in de vroege ochtend van maandag zijn genomen in de Raad van Ministers. Intussen heeft ook assembleelid Marinus B. van ACABOP gezegd dat de regering het volk heeft misleid. Hij vindt dat de regering de maatregelen moet aanhouden totdat in het parlement een discussie is gehouden over deze ingrijpende besluiten. De oppositie moet het volk niet in de steek laten, maar krachtig haar stem laten horen. B. heeft geconstateerd dat er grote ontevredenheid is bij het volk met de rigoureuze maatregelen die de regering heeft genomen. Hij denkt niet dat het volk dit zal accepteren. De regering moet met spoed in discussie gaan met de volksvertegenwoordiging. Het ministerie van Openbare Werken Sectie Nikeri is nooit gestopt met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in het bouwverkavelingsproject BAKPRO in de Prins Bernhard Polder. Dit deelt de coördinator van OW Sectie Nikeri, Charles Sperk, SBS Reports mee. Ik heb 5 medewerkers die dagelijks op het BAKPRO-project werken. Onderhoudswerkzaamheden doet langzaam, een klein beetje met brokskotters en zo. En zorg ervoor dat de afvoersystemen blijven behouden in goede staat. U hebt het over afvoersystemen. We hebben de grote regentijd is net achter de rug. Er werd beweerd dat bij het gebied bij een kleine regenval al onder water loopt. Hoe was het gesteld de afgelopen grote regentijd? BAKPRO was droger dan Nationaal Project. Als ik dat zeg, had Nationaal Project toch een beetje last van wateroverlast. BAKPRO is hoger gelegen dan Nationaal Project. Ik heb daar gewerkt op beide gebieden. En ik ga je wat zeggen. Men vindt meneer Doekie soms ruw of wat. Maar hij heeft gelijk. Ik zeg het u, omdat daar alles soepel loopt. Alleen de afrondingsfase is nu ingezet. OW is bezig met eigenlijk het bezanden van de inritten. Een aannemer is bezig. Als het regent, ga je een zandweg, een modderweg, niet kunnen goed bezanden. Dat is wat ik, ja, belazerij. Laat mij zeggen, we gaan door met het goede werk dat is ingezet. U begrijpt dat terwijl men sensationeel bezig is met mensen in verwarring brengen en de mensen stressen, dat het ministerie van OW doorgaat met het goede en dat meneer Doekie nog steeds achter ons staat dat wij het bestuurlijke doen. Meneer Doekie bedoelt, hij gaat niet meer in zijn zak persoonlijk wat hij al heeft gedaan. Anders zou het project nooit zo ver zijn. OW alleen zou het nooit kunnen doen. U begrijpt, dat is het geheel. OW gaat door met onderhoudswerkzaamheden bij BAKPRO, zoals we doen op Nationaal Project, zoals we doen in alle resorten, gaat OW gewoon reguliere werkzaamheden verrichten op BAKPRO. Is een woonwijk geworden, meneer Lievel, zodat de eerste landmeterspalen worden gehezen daar, betekent dat er mensen daar woonachtig zijn. OW zal moeten begeleiden met mensen die bruggen willen maken,
over het afvoersysteem. Als ze om te beduikeren, et cetera. Dus we gaan gewoon normaal door. En mensen die een BV hebben, na Gabraje, na Sunjet, ze paglapaglatje John, ze badjagen. Ik moet het een beetje in hun staan zeggen. Gewoon normaal, je want landmeter, bakpro, want jij, o landmeter paal daar niet, door kertien, of ijsje. Owe kamker, want dinbar. Toch? Holong, dame, want John dame hij op. Openbare wegen, hoe ze hooi. Tot te begrijpen, na Gabraje, paglatje staat Sunjet, je gewoon bakpro, want. Landmeter paal daar je. Voldoen aan je BV-voorwaarden, tot jij niet door BVP. Ik had gezien, hoe ze op de ril van het kotje, tot jij bereid, of ijsje, dan niet ze. Gaat u gewoon door. Het is domeingrond. En dan zou OE nooit daar gaan werken. Ik hamer erop. Ik benadruk het. OE neger ook naar privé terrein. OE, zolang als aan een ROGB aan domeingrond dappen. OE, no mag goroko. Dus OE is daar al bijna een jaar bezig. Voor te bereiden alles. En nu gaan we naar afrondingsfase. Perk vindt dat politieke tegenstanders bezig zijn negatieve berichten te lanceren over het verkavelingsproject. Hij is van mening dat nadat alle voorbereidingen getroffen zijn en mensen beginnen met bouwen, dat het een van de mooiste wijken van Nikeri wordt. Zodra mensen beginnen te komen op Bakpro en de landmeter zijn palen al heeft aangegeven, mensen beginnen bouwwerkzaamheden te verrichten, begrijpt u? Dat we de fase gaan inzetten van doorgaan met bestanden van de geprojecteerde openbare wegen daar. Verkeersborden aanleggen, et cetera. Dat is OV-verantwoordelijkheid. Kom, leg dit maar helemaal uit. Ik zou niet aan de TV zomaar, maar dat is niet voor mij beren, dan moet ik je uitleggen. Want politiek moet men niet spelen met arme mensen, meneer Liefeld. En meneer Doekie heeft gelijk. Meneer Doekie heeft bewezen dat het domeingrond is. OV heeft het bewijs en werkt daar voor domeingrond, voor een woonwijk die we moeten opbouwen samen. Het ministerie van OV gaat alles moeten begeleiden. Bouwvergunningen voor de mensen die daar goede huizen gaan moeten opzetten. Beduikeren van plaatsen samen met RO-afvoersystemen. Verkeersborden zitten in handen van OV. Om daar dus een echte nieuw verkavelingsproject te laten worden waar mensen in gezonde omstandigheden kunnen wonen en leven. En de show goes on. En ik ga je wat zeggen, het wordt een mooi klein stadje daar. Laten de mensen lawaai maken die het niet kunnen aan de armen en deze regering initiatief. Het is een mooi ding. Het is een veel betere stad dan Nationaal Project en Latchman Project. Ik zeg het u. Want ik werk bij OWI, wij onderhouden alle goederen, hoeken en gaten. En ik zeg u, daar is veel gezonder leven. Afvoersysteem is veel beter zelf dan Nationaal Project en Latchman Project. In april van dit jaar heeft minister Steven Reliefeld van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer bijkans 1000 bereid verklaringen uitgereikt voor het verkavelingsproject Bakpro. Binnenkort gaat de landmeter over tot het plaatsen van grenspalen, weet Perk. Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisatie CLO, tevens assembleelid, zegt dat hij al jaren heeft gepleit voor verhoging van de water- en elektriciteitstarieven. De staat subsidieert meer dan 800 miljoen SRD op jaarbasis. De meeste subsidie gaat volgens hem naar grootverbruikers. Het geld kan beter besteed worden voor volksgezondheid, onderwijs, bouw van huizen en andere belangrijke zaken, stelt de vakbondsleider. Hooghart merkt op dat al meer dan 20 jaar het duidelijk is dat de staat niet kan blijven subsidiëren. De kostprijs van stroom en water is vele malen hoger dan de verkoopprijs. Regeringen hebben volgens de vakbondsleider niet gedurfd om de prijzen te verhogen. Dit alleen om politieke redenen. Ik vind dat de regering daadkracht heeft getoond met dit besluit. De rijken moeten niet gesubsidieerd worden. Nagegaan moet worden hoe de kleine man opgevangen kan worden, stelt Hooghart. Hij vindt dat iedereen moet betalen, ook de rijstboeren en de mensen in het binnenland. Er wordt te snel gevraagd om subsidie, meent de vakbondsleider. Hooghart vindt dat toen de brandstofprijs rond de 5 SRD per liter schommelde, het bedrijfsleven gelijk de prijzen van goederen had opgeschroefd.
Toen de prijs van olie daalde tot 3 SRD 50 cent per liter, hebben wij niet gezien dat de goederen goedkoper zijn geworden. De kleine man wordt altijd de dupe van alles. Daarom kan de overheid een gericht beleid voeren en de minder draagkrachtige subject subsidie geven, concludeert Hooghart. Kijkers en luisteraars, tot zover de binnenlandse berichten.